Doordat je bij het buurtpreventieteam bent, dan kijk je toch met andere ogen en oren naar de buurt. De meesten die lopen door de wijk. Er zijn er een paar bij die wat moeilijker kunnen lopen en die fietsen graag. Daarnaast hebben we de marktronde op vrijdagmiddag. 3 jaar terug waren er nog 25 meldingen van zakkenrollen. En dat is zo goed als nul geworden. Door onze rode opvallende kleding en het permanent aanwezig zijn op zo'n markt, ja, heeft dat zo voldoende effect. 1 keer per kwartaal houden we een teamoverleg. Aan dat teamoverleg probeer ik altijd een thema te verbinden. Dit keer hebben we de BOA's uitgenodigd. Die hebben een presentatie gehouden daar over hoe hun taken dus in elkaar zitten en wat hun werkzaamheden zijn. We krijgen nogal wat reacties als we door de wijk heen lopen van mensen. Van duimpje op en we zijn blij met jullie. En dat is het leuke dus van dit werk ook.